Ja, Rogier, trainer van ASWH. Dan is ineens het seizoen, hoor je, je mag niet meer getraind worden. Hè, en op een gegeven moment mag er niet meer gevoetbald worden. En gisteren was het besluit, eigenlijk wordt deze competitie helemaal niet als geldig verklaard. En ook volgend seizoen spelen jullie weer in de tweede divisie. Dat kan me voorstellen dat je daar heel blij mee bent, maar aan de andere kant ook gemengde gevoelens over hebt. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk is dat het enige positieve wat er de afgelopen weken gecommuniceerd is. En het is ook niet niks, dus daar zijn we zeker wel blij mee. Aan de andere kant, het kwam een beetje onverwachts. En je hebt denk ik meer verliezers dan winnaars, dus voor ons is dit goed nieuws. Aan de andere kant kan ik zo een aantal clubs opnoemen die een straatlengte voor stonden om te promoveren naar welk niveau dan ook. En die moeten het allemaal opnieuw doen, dus... Nou, voor hen is dat heel vervelend. Het is ook gemengde gevoelens omdat wij het seizoen niet af konden maken. Aan de andere kant kunnen we heel realistisch zijn dat als we dat wel hadden mogen doen, dat we het niet gered hadden waarschijnlijk. En nu krijgen we eigenlijk een tweede kans, dus dat is wel prettig. Ja, vind jij het als je dan, kijk, je bent er blij mee en de club zal er blij mee zijn, hè, want je kan weer op het hoogste amateurniveau gevoetbald worden. Maar vind jij het ook eerlijk als je in je hart kijkt? Het is niet zo dat ik daar nu bewust een politiek recht antwoord opgeven omdat wij nu erin blijven. Maar ik kan me best voorstellen als jij bijna 20 punten voor staat in de zondag derde divisie, en dan doe ik even op OS 20, ja, dan is het haast ongelooflijk dat je niet mag promoveren. Ik kom zelf uit Zeeland, Kloetingen timmert enorm aan de weg, staat bovenaan in die eerste klasse, wil heel graag naar de zaterdag hoofdklasse, heeft daar ook een aantal versterkingen weer voor aangetrokken. Ja, en moet toch dat seizoen weer overdoen. Wat betreft die clubs snap ik het heel erg goed dat ze enorm teleurgesteld zijn. Ik voor die ploegen kan je misschien denken van laat ze promoveren. Wij zijn er wel heel erg blij mee. Aan de andere kant, als ze hadden gezegd van ASWH degradeert, dan was daar ook wel iets voor te zeggen. Dus het is gewoon een hele moeilijke beslissing. En het is veel te omslachtig om, denk ik, allerlei verschillende beslissingen per niveau daarvoor te nemen. Denk je dat dit definitief is? Want ik had ook even contact met de KNVB en die zeiden als een club het er niet mee eens is, dan kunnen ze altijd protest indienen. Maar ze vroegen tegelijkertijd ook wel van, relativeer alsjeblieft even de belangrijkheid van een amateurcompetitie. En neem dat in ogenschouw als club zijnde. Denk je dat dit definitief is? Of denk je van, dat ze uiteindelijk zeggen, oké, want OS stond zover voor en ASWH stond zover achter, die wist er nog om? Nee, dat denk ik niet, want dan heb je ook weer met tech te maken. Die waren nog bij ons in het zicht. En we speelden nog 10 wedstrijden, dat is 30 punten. Dus dat zijn allemaal argumenten die wij weer kunnen gebruiken. Dus ik denk wel dat dit definitief is. Al zal het misschien wel een oplossing zijn als er nog een belofteteam misschien denkt dat ze in een beloftecompetitie willen spelen. Of juist in de zaterdag derde divisie of zondag derde divisie willen spelen. Dat ze kunnen ruilen met OS. Maar ik snap dat dat soort clubs er absoluut niet blij mee zijn. Maar wat je zegt, je leert wel relativeren in zo'n tijd. En ik hoorde gisteren de minister-president zeggen dat het de grootste crisis is om oorlogstijd heen. Dat zegt genoeg. En dan moet je altijd een beetje oppassen met wat je zegt als je het hebt over amateurvoetbal. Alleen, ik vind het aan de andere kant ook wel weer fijn dat we wel weer even lekker over voetbal kunnen praten. Ja, nee, absoluut. Maar jullie zijn ook bezig natuurlijk met volgend seizoen. Hè? Ik denk in het achterhoofd ook met versterkingen wel van, het zou zomaar derde divisie weer kunnen worden. Ja, je moet nu weer rekening houden met weer tweede divisie. Ja, je hebt wel eens van die clubs waar ze zeggen dat er altijd wat gebeurt. Nou, ik heb het idee dat het bij ASWH altijd wel redelijk rustig is. Alleen vorig jaar werden ze volgens mij pas, of wisten ze pas in de eerste of tweede week van juni dat ze de tweede divisie ingingen. Dus hadden we een selectie op poten gezet dat echt wel middenmoderne divisie aan zou moeten kunnen. En eigenlijk nu ben je in gesprek gegaan met spelers. Er toch wel van uitgaande dat je een stapje terug moet doen. Dus dat is voor het tweede jaar op rij niet ideaal. Aan de andere kant proberen we na de beslissing van gisteren juist naar de positieve dingen te kijken. En die zijn er wel gelukkig heel veel. Hoe ziet jou, want het zou zomaar kunnen dat er misschien wel getraind mag gaan worden, hè, vanaf 1 juni. Gaan jullie dan ook gelijk trainen? En is het dan zien wanneer de competitie begint? Of verwacht jij dat er misschien dat je tot september die gasten helemaal niet meer ziet? Dat is iets wat waar ik de afgelopen dagen, weken wel mee bezig ben. Dus voor mij is het zo dat ik gewoon een aantal scenario's uitschrijf als trainer. In samenwerking met medisch team en met de club.
van wat gebeurt er als we in juni weer mogen trainen in kleine groepjes. Ja, ga je dan de voorbereiding opsplitsen? Want ja, het zou gek zijn als je een aantal maanden niks doet en in juli 6 weken gaat trainen en aan de competitie begint. Dus dat is een scenario. Als je weer met grotere groepen of misschien met de hele selectie weer mag trainen. Ja, dan ga je misschien in juni ook al starten en dan verdeel je het in 2 of 3 blokken. Je pelt wat clubs die misschien dezelfde plannen hebben om misschien in juni al een oefenwedstrijd te spelen, eind juni. Er zijn heel veel jongens die misschien toch nog op vakantie gaan, dus je zal niet met de hele groep trainen. Maar het is natuurlijk gek dat als je tweede divisie speelt en dat je nu al zo'n lange tijd niks doet en dat je in juni weer wat mag gaan doen. Maar omdat het dan eigenlijk officieel vakantie is dat je niks gaat doen. Ja, dat strookt niet met het niveau. Dus wij zullen echt wel, als we weer wat mogen gaan doen met de nieuwe selectie, wat gaan doen. Ja, nu is het eigenlijk even de vraag wanneer dat is. Maar wat ik al zei, ja, dat zijn de scenario's die ik voor mezelf een beetje uitschrijf. En waar ik mee puzzel en waar ik met andere trainers over praat.